gaan meedoen zo meteen met de bootcamp. En volgens mij zijn we hier voor de opening van het Fitter Boulevard. Dus we gaan het zien. Dan komt de wethouder en die gaat officieel het park gaat die openen. Wethouder Bob Dossing, u heeft vandaag een mooi fit park geopend op het strand van Scheveningen. Ja. Bij Hartbeet. Wat houdt er precies in? Het leuke is dat wij heel graag in de openbare ruimte plekken willen creëren waar mensen zonder enige barrière, zonder enige drempel gewoon aan het sporten kunnen. Dus bewegen, sporten. Ik heb gezegd in de sportnota, we willen echt heel Den Haag aan het bewegen krijgen. We zitten nu op 74%. Dit soort plekken zijn heel erg belangrijk, waar je dus gewoon aantrekkelijk ingericht is voor jongeren om gewoon te gaan sporten. Nou, en toen dacht ik, we kunnen het in de binnenstad allemaal doen, maar op het strand is het natuurlijk ook fantastisch. Nou, toen zijn er ook twee jongeren ook met het idee gekomen van, zouden we dat ook hier niet kunnen doen? Dus we hebben eigenlijk partnerschap gesloten en vandaag is het gerealiseerd. Jesse en Mitchell, wie is Mitchell? Oké. Nou goed, jullie hebben natuurlijk dat initiatief toen ingediend en zo. En jullie hebben gezegd, we zouden dit natuurlijk heel permanent hier willen realiseren. Dus ik ben er ontzettend trots mee, want omdat het op een plek is waar heel veel mensen komen. En het wordt echt op een hele mooie manier, is het aantrekkelijk om gewoon aan het bewegen te gaan. Verwacht u dat er veel passanten spontaan mee zullen gaan doen op de fitapparaat? Kijk, het mooie hiervan is dat het op het strand is. Ja. En dat is een toegankelijke plek. En u weet het, ik bedoel, op het strand komen gigantisch veel mensen, zeker in het toeristisch seizoen. Dus het antwoord is ja. En het leuke is, ik bedoel, los van de toeristen, want die mogen natuurlijk ook daar gaan fitnessen, maar komen natuurlijk heel veel mensen uit de stad gewoon lekker flaneren op de boulevard, op het strand en zo. En omdat er geen drempel is, je kunt gewoon elk moment, elk uur van de dag kun je gaan sporten, verwacht ik echt heel veel belangstelling. Sterker nog, ik heb net gesproken met de jongens die daar net de bootcamp hebben gegeven. En die zeggen, ik bedoel, het is vandaag weliswaar geopend, maar het staat er al een paar dagen. En het zegt, het is bomvol, het wordt erg goed gebruikt. Wethouder, u heeft aangestipt dat er nog veel meer spannende sportactiviteiten op het strand zullen gaan plaatsvinden. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Ja. Nou, we zitten op dit moment eigenlijk op de grens van het sportstrand, zeg maar. Maar we hebben natuurlijk dat hele beach-kwadrant als het ware ingericht. U weet wat er vorig jaar is gebeurd, hè? Met de Olympic Experience. Was echt fantastisch. Dus nu wordt het opgebouwd. Sportstadium, zoals we dat noemen. Heel veel beachsporten zullen gaan plaatsvinden. Dus dat betekent beachvolleybal. Maar ook beachsoccer, beachhockey. Ik bedoel, bedenk, het gaat allemaal daar plaatsvinden. En tegelijkertijd vind ik dat we eigenlijk goed met elkaar moeten praten van, zouden dat strand nog meer kunnen benutten voor leuke dingen? Kijk, het leuke is wat we zojuist geopend hebben, zit een ramp. Daar is heel veel behoefte. Natuurlijk, dit is een heel kleine. Maar de jongeren willen toch heel veel aandacht voor urban sport. Je kunt dat in de stad doen, maar je kunt het ook op het strand doen. Dus wat mij betreft is het niet uitgesloten dat we daar de komende periode over praten. En kijken of we het sportstrand eigenlijk aantrekkelijk kunnen maken voor urban sport. In die fase zitten we. Dus wat mij betreft, hoe meer, hoe beter. Want ik wil gewoon dat 100% Den Haag beweegt. Want één ding is mij heel erg duidelijk, sport maakt Den Haag echt sterker. En dat zie je dus hier ook op het strand. Ik ben 37 jaar skateboarder en 70 jaar steeds beter worden met trucjes. Ik ben een hartje in skateboarder, dus ik ken ze allemaal door en door. En we zijn allerlei verschillende partijen zijn met man en macht bezig om te zorgen dat dit soort sporten, buiten spelen, dat meer aandacht krijgt. Open, en het is niet alleen skateboarden, maar je kan een skateboardles nemen, maar ik ben zelf ooit, toen bestond dat helemaal niet, skateboardles. Dus gewoon beginnen en nadenken en respect hebben voor jezelf en respect hebben voor elkaar en durf te vragen en dan leer je het vanzelf.
kicken. Hij stond eerst in Duindorp, daar werd hij niet zoveel bezocht. Meer door hangjongen en zo. Ik denk dat dit een mooie locatie is voor de miniramp. Die loopt lekker langs de boulevard. Spectaculair voor mensen die langslopen en leuk voor ons. Je wordt er wel steeds beter in, dus de tricks die je eerst moeilijk en gevaarlijk vond, die worden later minder moeilijk en gevaarlijk. Maar dan ga je wel weer nieuwe moeilijke gevaarlijke tricks doen. Soms ben je wel bang, maar dan is het juist wel weer leuk om er toch voor te gaan en dan weg te rijden met een gevoel van oh, nou, ik was er dus bang voor niks bijvoorbeeld, zeg maar. Meneer Paul Wilsing, hartelijk dank voor het interview. En het was een waar genoegen dat u op Scheveningen dit prachtige fit-toestel paradijs heeft gekocht. Erg leuk, dank je. Ja, ja.